U bent blij met deze spreidingswet. Waarom? Nou ja, blij. Het had natuurlijk veel mooier geweest als we het allemaal vrijwillig hadden kunnen regelen met de gemeentes. Want ja, dan kunnen ze zelf regie pakken, et cetera, et cetera. Maar dat is natuurlijk jarenlang geprobeerd door achtereenvolgende verschillende staatssecretaris. En dat is niet gebeurd. Hè. We weten dat 190 gemeentes, dus nou, wat is 194 het? Zelfs. 194, ja, het wisselt een beetje. Soms stapt er weer eentje naar voren. De meerderheid van de gemeentes. De grote meerderheid van de gemeentes. Die zegt aan mijn lijf geen Polonaise. Ja, die vangen geen asielzoekers op. Die vangen wel statushouders op, hè, ja. Want daar is een taakstelling voor. Dus dat zijn de mensen die al een vluchtelingenstatus hebben gekregen. Die vangen ook Oekraïners op, maar die willen dus geen asielzoekers opvangen. En dat betekent dat de andere gemeentes, soms ook buurgemeentes, eigenlijk twee keer zoveel moeten opvangen dan ze zouden moeten als er een spreidingswet zou zijn. Mm-hmm. Dus het mooiste zou zijn als iedereen gewoon zijn eigen verantwoordelijkheid pakt. Maar dat gebeurt niet. Je ziet nu wel dat, nu dat die spreidingswet is aangekondigd, dat de gemeentes wel gaan bewegen. Hè? In Groningen hebben ze nu een stap naar voren gezet. Dus er begint wel een gevoel van urgentie te komen. Iedereen heeft die beelden in Ter Apel gezien. Kindje van 3 maanden overleden. Ja. Jongeren die moesten slapen op een stoeltje. Onmenselijke situaties, Artsen zonder Grenzen. Altijd in het buitenland gewerkt, moest nu hier gaan werken. Mm-hmm. Dus niemand wil eigenlijk, ik denk niemand in Nederland, wil die beelden terug, wil die situatie terug. Dus er moet wat gebeuren. Oké, dus het is gewoon noodzaak. De rest heeft niet geholpen, zegt u. Ja. Meneer Slettenhaar, u bent van de VVD. U hoort ook bij Klassiek Liberaal. Dat is een groep VVD'ers die de migratie drastisch willen inperken, heb ik begrepen. Ja, wat vindt u ervan dat de gemeentes nu gedwongen kunnen worden om asielzoekers op te vangen? Nou ja, het probleem is dat de analyse al verkeerd is. Hè? Want men heeft alleen maar over een opvangcrisis. Maar het is dus gewoon een instroomcrisis, een asielcrisis. Want 1000 asielzoekers per dag kun je gewoon niet... Is het een opvangcrisis? Ik wil wel even een verhaal kunnen afmaken. Nou, ik wil, dat, ja, maar dat ik wil is even, wel een even mijn eigen verhaal maken. Ja. Nou, ik het is, zal het is, er komen 1000 mensen per week komen er binnen. Mm-hmm. Die mensen krijgen daarna een woning. De meeste gemeenten doen dat. Mm-hmm. En die moeten ook zorg hebben, dat soort dingen. Dat is er niet. Dus dat kan niet. Dus dat is heel lastig. Daar wordt helemaal niet over gepraat. Dat mag ook niet in de coalitie. Want D66 en de ChristenUnie zeggen... nee hoor, je mag er niet over praten. Het mag geen asielcrisis heten. Het moet alleen maar een opvangcrisis heten. Nou ja, daar, ja, en daardoor, en ik mag gewoon, ik heb jou ook uit laten praten. Ik mag gewoon even mijn verhaal afpraten. Dus daar begint het probleem. Vervolgens deugt de wet zelf niet. Hè, dat klopt, dat ben ik met jou eens. Wat deugt er volgens u aan de wet niet? Nou ja, omdat die wet een soort monster van Frankenstein is. Die is op die manier in elkaar gezet. En dat werkt natuurlijk niet. En ja, als je gemeentes moet gaan omkopen of moet gaan dwingen, dan is er ook wat mis. En